8 februari 2012. De vooravond van de derde editie van Stukkenfest Tilburg. We staan hier voor het huis van Bas en we gaan kijken hoe dat het ervoor staat om 5 uur 's middags. Deze editie komt er een cabaretier. Als er mensen zijn die tijdens de lezing willen zwemmen. Ik heb het altijd al een aantal mensen zien doen. Dan mag dat als je maar niet de mensen nat maakt die niet willen zwemmen. Ik ben met Stukkenfest in aanraking gekomen omdat er vrienden van mij in het bestuur zaten van de eerste editie van Stukkenfest. Die wisten dat ik een vrij grote kamer tot beschikking had en die vroegen van zou je het leuk vinden om mee te doen. De cyclopen, of meer in het algemeen alle mensen met één oog in het midden van hun gezicht. Tot nu toe eigenlijk heel goed bevallen om host te zijn van een kamer op Stukkenfest. De organisatie is altijd gewoon heel relaxed, heel professioneel. Dus het is boodschappen doen, dat wordt ook vanuit Stukkenfest gewoon gestimuleerd. Het was denk ik ook echt een ode aan de angstaanval. Ik dank alle muzikanten en sprekers. Oh. Oh. Wat voorbereiding betreft is eigenlijk vooral een kwestie van drank inslaan, iets te borrelen, iets van een snack of zo. Ja, het is leuk om mensen te ontmoeten die je normaal gesproken anders ook nooit ziet en nou gewoon zomaar even in je huiskamer zijn. Lekker.